zou wel kunnen, maar je ziet het. De walvis is weer een soort van in oude luister. Maar dan met een ultra-teletransmitterie superformule en een fantacolezachtig modisch kantrandje. Helemaal herverbouwd naar de wensen van Heutenswerdig, onder handen genomen. En dat gaan we eens met u proberen in 2 minuutjes heel eventjes in beeld gebracht te krijgen hoe dat dan ingrijpend allemaal zijn beslag heeft gekregen. Gaat u mee in de Random Musée. Nou, op zoek naar 3 generaties molenaars. Ah, goedemiddag. U bent de molenaar? Niet meer, ik ben het vroeger geweest. En, Mathieu is hoofdmolenaar hier. Ah, Mathieu. En de leerling? Tigo. Maar die is nog niet 16, dus nee, nog niet oud genoeg. Maar ik mag hier om de zolder op te mogen. Hè? Blij dat hij weer helemaal in oude luister ere en iets misschien te modisch is hersteld. Nou ja, hij is prachtig geworden. Zeker beneden met die prachtige film en de molenwinkel. En bezoekers zijn er natuurlijk van harte welkom te horen. En hoe lang moet jij nog geduld hebben voordat je het hoogste woord hier kan voeren? 4 jaar. 4 jaar is nog. Dan heb ik 2 jaar zo. Met het opleiden, als ik 18 ben, dan mag ik alleen draaien. Het ziet een beetje als Rick Ringers in zijn vingers. Ja, zeker in zijn vingers. Ja. Maar net als ik, ook geen vader als molenaar. Nee. Mijn vader was ook elektriciteit. Nou, ietsje later, maar ik was 17, dus ik ben inmiddels 40 jaar molenaar. En 25 jaar hier in Schiedam. En de wieken draaien naar behoren, plotvloeren. Wind om door scoren. Maar Noordoost had beter geweest, hè? Ja, dan, ja, natuurlijk wel. En hebben we dan nog een speciaal adagium, een speciaal credo hier in het Skeiedamse? Nou, niet echt. Van korrel naar borrel? Van korrel tot borrel,